Team Retail, we zijn vandaag op bezoek bij Schoenentorfs in het hoofdkantoor op de allereerste Culture Day. Een nieuw innovatief initiatief van Schoenentorfs, waarmee ze CEO's en HR-managers hebben uitgenodigd om een kijkje te geven in de keuken van Torfs, hoe zij bouwen aan een ijzersterke cultuur, aan een mensgerichte cultuur. Wij zijn vandaag heel de dag deelnemer, dus we gaan het zelf ook mogen meemaken. En we gaan erover in dialoog met Wouter Torfs, met Toon Torfs en met Els van Keijmeulen, de HR-directeur. Waarom organiseren ze een initiatief als dit? Wat verwachten ze ervan? Wat zijn de toekomstplannen? En vooral, wat vonden de deelnemers ervan? Laat ons zeggen dat het misschien wel al een droom van lang is. Het is natuurlijk zo dat Wouter Torfs al jaren naar alle culturele centra ons verhaal vertelt. Maar we hadden toch zo het gevoel van, en echt in alle bescheidenheid, van waarom delen we eens niet ons verhaal? Deze dag, de Culture Day, dat was een van de initiatieven waar Els mee afkwam wanneer ik de innovatieworkshop organiseerde. 2 jaar geleden, als ik binnenkwam bij Torfs. Dat was eigenlijk een van mijn eerste opdrachten binnen Torfs. Dat was management samenbrengen om samen na te denken over hoe zien wij de toekomst, over 10 jaar, waar zien wij onszelf staan. Zal onze omzet, zal het enkel komen van schoenen verdienen, een stukje kleding. Zien wij misschien andere pistes om ons eigen op een waardevolle manier in de wereld, en voornamelijk in Vlaanderen, België, neer te zetten. En het was iets dat al heel lang in Els haar hoofd zat, dus ik vond dat super fijn om vanuit innovatie te zeggen van dat pakken we vast en we zetten het neer en we gaan leren. En dus ik ben super, super, super blij. Maar we staan in ons bedrijf eigenlijk net voor het traject om te gaan kijken naar onze missie en de waarden en ook leiderschap. De trainer waarmee we dat traject zouden willen aangaan, had mij het boek aangeraden van Wouter om te lezen. En ik was eigenlijk net aan het denken, het zou toch handig zijn, moest ik daar een keer stage lopen. Je moet het ook zo'n beetje voelen, hè, wanneer dat een cultuur leeft en wat dat dan juist is. En dan passeerde die uitnodiging, Culture Day, ik dacht, ja voilà, daar moet meant ik zijn. Het is mij opgevallen dat zij heel veel met cirkels werken, mensen bij elkaar brengen en daar ook niet alleen aan een tafel, maar ook in de vorm mee bezig zijn. Waardoor dat je eigenlijk ook een energieveld creëert. En ik geloof daar wel in dat dat de mensen stimuleert om ook verbondenheid te voelen en dingen te delen. Ik denk het belangrijkste is dat cultuur gaat over samenkomen. Dus als je als leider commitment wilt nemen om aan een cultuur te werken, is tijd en investering nodig om samen te verbinden en te gaan onderzoeken van wat maakt ons ons en hoe willen we ons verbeteren, ons ontwikkelen. En ook de kwetsbaarheid van de leider mag kwetsbaar zijn, mag ontroerd zijn. We hebben een paar ontroerende momenten gehad. Ja, ik denk dat de manier waarop Torfs, zelfs bij zulke grote transities, alleen mij hebben ze het gevoel gegeven dat ze niks vergeten zijn. Of beter gezegd, niemand vergeten zijn. Hun holistische visie is iets dat ik echt super, super sterk vind. En de manier waarop ze iedereen op het juiste moment de kans geven om hen het gevoel te geven, we hebben jullie gezien, we hebben jullie gehoord, we weten dat jullie er zijn. En een kans te geven om zich uit te spreken over een aantal topics, dat is toch echt iets dat een kracht is vanuit Torfs. Wat vind jij straks van de DNA van Torfs? Dat, als het aan jou ligt, niet verloren kan en mag gaan en zal gaan. Ja, dat is toch die... Ik aarzel om het woord te gebruiken. Het is vandaag nog niet echt gevallen, maar ik ga het toch doen. Dat is eigenlijk liefde. Als basisdrive, niet alleen in de samenleving, maar in de wereld. Waarom botten de bomen in de lente? Waarom krijgen konijnen klein konijntjes? Waarom groeit dat? Waarom ondernemen mensen? Waarom groeien mensen? Omdat dat is eros, dat is wat ons drijft. En dat vind ik zo schoon in ons bedrijf, dat een plek heeft gekregen. Dat mensen hier komen samenwerken vanuit goesting, vanuit liefde, vanuit verbinding. En dan is dat niet meer zo maar van iets van, ik ben een boekhouder en ik heb voor boekhouder gestudeerd en ik kom hier om mijn loon te verdienen en erbuiten laat men met rust. Nee, dan is de werkplek een plek waar je mag. Welkom zijn als mens in totaliteit. Allee, ik hoop dat dat element van diepe menselijkheid, dat ze dat zullen bewaren. Ik heb er wel enig vertrouwen in dat goed gaat komen. Ik ben bijna ontroerd van de warmte die ik hier gevoeld heb, van de aandacht die we ook kregen. Want het is altijd een beetje spannend natuurlijk. Ik zeg dat ook echt van, ja, is dat wel interessant genoeg? Want uiteindelijk is dat het verhaal dat voor ons gewerkt heeft. Maar elke context is anders. Dus. Maar ik heb toch gevoeld dat de knoppen waarop dat wij duwen, dat mogelijk de juiste knoppen zijn. En dat heeft mij heel veel deugd gedaan in de passie die ik heb om mens en organisatie, de beste versie van jezelf neerzetten. Wat ervoor zorgt dat je de beste versie van een bedrijf kunt neerzetten. Die missie, die ambitie, die een droom, die heb ik vandaag wel een klein beetje gerealiseerd gezien. Dus ik ben een contente mens. Dus ik vond het een hele mooie dag. En ik wil u vanuit Team Retail bedanken dat wij er mochten bij zijn. En ik wens u nog heel veel leuke nababbels. Dank u wel. Jullie bedankt om hier aanwezig te zijn. Top.